Goed, in de vorige video heb ik je laten zien hoe je SendinBlue kan gebruiken om transactional e-mails te versturen. Nu ga ik je laten zien hoe je met SendinBlue een chat widget op je website kan plaatsen. Dat is vrij eenvoudig. Ik gebruik ervoor nu dit keer een demo account. En we gaan er eventjes in een paar minuten doorheen van hoe je dat in zijn geheel instelt. Een beetje opmaak geeft en vervolgens op je website plaatst. Dus laten we van start gaan. Ik ga ervan uit dat je al een SendinBlue account hebt. Is dat niet zo, dan staat er een link in de omschrijving om je aan te melden. Het zou fijn zijn als je dan die gebruikt. Daar krijg ik ook een kleine kickback voor vanuit SendinBlue. Goed, we loggen allereerst in. Zitten we in ons SendinBlue dashboard. Klik je hierboven op het plusje. En dan scrollen we even naar beneden. Daar zie je alle beschikbare apps aanwezig die SendinBlue biedt. En dan klikken we op chat. En dan kan je die hier activeren. En dan vervolgens klik je op go to chat. Nou, dan krijg je een globaal overzicht met een introductie. En als je dan klikt op Get Started, dan kan je dus, ga je de setup door. Kan je je bedrijfsnaam invullen. Maak natuurlijk WP Helpdesk van. En je kan een logo instellen. Dat had ik alvast klaargezet. Die komt er dan standaard voor te staan bij de automatische berichten. Je kan je eigen huisstijlkleur kiezen. In ieder geval, je hebt een voorselectie. Maar je kan ook de hexcode plakken die je, van de kleur die je zelf gebruikt. Dan kan je de operator profile instellen. Dus dat is dan je eigen naam. Mensen vinden het toch altijd wat fijner om met een persoon zaken te doen. Daar kan je ook je eigen foto bij instellen. En vervolgens klik je door op Install Chat. Tussen zie je dus aan deze kant ook een voorbeeld van hoe dat eruit komt te zien. En dan kom je in het scherm van de installatie. Nu zien we hier een hele lap code. Die hebben we nodig en gaan we kopiëren. Zodra we deze op de website geplakt hebben, moeten we de website nog laden. En dan kunnen we vervolgens het verifiëren dat die ook echt werkt. Dat is nodig voor dat SendinBlue ook test dat hij werkt. Ik zal even het volledige scherm afsluiten. Want hiervoor is het dan handig om je website in een nieuw tabblad te openen. Daarin gaan we naar de WP Admin. En sommige thema's hebben de mogelijkheid om een stukje extra code in de header in te voegen. Maar lang niet allemaal. Dus het kan handig zijn om daarvoor een extra plugin te installeren. En daarvoor heb je header en footer scripts. Als je daarop zoekt op header en footer scripts, dan gaat het om deze plugin gebruiken we. Insert headers en footer. Die installeren we. Kunnen we activeren. En dan vervolgens onder instellingen staat daar de optie Insert Headers en Footers. Dan vervolgens plakken we die code van SendinBlue in het scripts in de header deel. Dit bewaren we. Zeggen site bekijken even in een nieuw tabblad. En dan is hij volledig geladen. Dan vervolgens kunnen we in dit scherm doorklikken. Dus gaan we weer terug naar tabblad 1. Klikken we op verify en dan zegt hij dus not verified. Dat is een interessante. Kan zijn dat er enige vertraging is. In een nieuw incognito venster moeten we ook opnieuw inloggen. Even zien of die het inmiddels wel doet. Ja, goed. Nu is hij geverified. En dan kan je zeggen start chatting. Dan kom je dus vervolgens in dit scherm. Waar je dus kan zien of mensen je een bericht gestuurd hebben. Je kan aangeven dat je online gaat.
En wanneer je hier aangeeft dat jij online bent, je kan ook jezelf op offline zetten, zal op de website, wanneer die ververst, het chat-icoontje komen. Goed, in dit scherm laat hij gelukkig wel. En dan zie je dus hier dat hij een chat-icoon heeft waarmee je dus kan chatten. Hier zie je dus de chat die je bezoekers ook krijgen te zien. En zodra daar een bericht in is ingezonden, komt die ook in dit overzicht te staan. Daarbij zie je ook hier op welke pagina die persoon zich bevindt. En kan je ook reageren. Wat dan dus vervolgens weer in dit scherm naar voren komt. Wat je misschien al is opgevallen is dat deze tekst in het Engels is. Dat gaan we nog eventjes aanpassen naar het Nederlands. En dat doen we weer in dat tweede tabblad, waar die code in staat. Daar zie je op deze regel de Engelse tekst staan. Je haalt daar die twee slashes die ervoor staan weg. En dan vervolgens kan je de tekst die tussen die aanhalingstekens staat, kan je aanpassen naar wat jij wilt in het Nederlands. Dus, hoi, waarmee kunnen we je helpen? Eventueel kan je ook hetzelfde doen voor de regel die hier staat, voor als je wil dat mensen ook een bericht kunnen sturen wanneer jij offline bent. Dus aan jou de keuze om dat te doen. Ook de twee slashjes weghalen en dan vervolgens hier de tekst dus de aanhalingstekens aanpassen. Dit voorbeeld doe ik het even niet. We hebben ook een uitgeschreven artikel op onze website staan. Daarin laat ik je wel zien hoe je die code ook kan aanpassen. Want als je dat doet, dan moet je ook nog in de instellingen van de chat de offline chatbox, het vinkje, aanzetten. Goed. In principe hebben we dus net die code aangepast. We moeten nog even op de website weer de cache legen. En wanneer we dan als het goed is deze herladen, zie je dat hier de tekst nu in het Nederlands staat. Nu is er nog een ander leuk dingetje. Je kan je bezoekers vragen om een e-mailadres in hun eigen berichtje. En als die hun e-mailadres achterlaten, dan kan je daar aangeven dat je die wilt toevoegen aan je mailinglijst. Dus iemand plaatst zijn e-mailadres in de chat. Dan kan je in je chatscherm, komt het e-mailadres te staan. En dan kan je hierop klikken en aangeven dat je die wilt koppelen aan visitor 1. En die komt dus ook in jouw lijst te staan van contacten, zodat je die eventueel later nog een follow-up e-mail kan sturen. Wees wel duidelijk in de communicatie naar die persoon toe dat je hem toevoegt aan de lijst. Dat moet wel gewaardeerd worden en je wilt niet gaan spammen, want dat is weer tegen de wet en regelgeving in natuurlijk. En dat is eigenlijk hoe je in een paar minuten de SendinBlue chat widget kan instellen op je website. Bedankt voor het kijken en kijk ook vooral de andere SendinBlue e-mail over transactional e-mail. Hoe je dus eenvoudig alle e-mails vanuit je website via het platform van SendinBlue kan versturen. Bedankt voor het kijken.